ik ben echt aan het genieten, dus ik vind het zo vet. Kasseloond, locatie, hè? Oh, muurvast. Yes, yes, yes! Bedankt voor het kijken. Kijk die uitspraak, zonder wrijving geen glans? Ja, check hier. Mijn auto is flink modderig van binnen. En hoe dat gebeurd is en wat ik de afgelopen dagen hier in Frankrijk in mijn eentje aan een kanaal heb meegemaakt. Ja, dat ga je nou ontdekken in deze nieuwe Kevin vlog. Veel kijkplezier. Het is tijd voor een nieuwe Kevin vlog en een nieuw avontuur. En ja, elke reis naar Frankrijk startte voor mij vroeger bij deze jongen. Ik heb in het verleden regelmatig op kanaaltjes gevist in Frankrijk. En dat ga ik ook deze vlog opnieuw doen. Dus ik heb me aan de traditie gehouden. Stoppen bij het zwijn, een bak koffie scoren. En dan ga ik nou weer in de auto stappen. Ik heb nog een paar uurtjes sturen te gaan. En dan kan ik vervolgens vanmiddag gaan zoeken naar Carper. En ik heb er ongelooflijk veel zin in. Een paar dagen lekker solo, lekker alle vrijheid. En het is half maart, prima weer. Kijken of we lekker een stijl dat voorjaar kunnen starten. Ja, ik ben er. En ik heb zelfs al wat lekkere chocoladebroodjes gescoord. Hoort er natuurlijk bij. En dan ja, het plan voor vandaag. Dat is eigenlijk zoeken, 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 zoeken. En nog eens zoeken. Ik heb het geluk. Het is mooi weer. Dus Polaroid op, hoedje erbij. En ik ga eens kijken of ik het kan vinden. Dus lekker wandelen vandaag. En snoepen. Ja, dit is heel gaaf hoor. Ik ben dus nou hier... langs dit sluisstuk aan het lopen. Een sluisstuk waar ik ooit één keer eerder heb gevist. En waar toen nog tijd in ieder geval een paar goede uitschieters zwommen. En ik ben ongeveer een kilometer aan het wandelen, goed aan het kijken. En ik zag eerst even een grote kop voor en verderop zag ik een modderwolk en zag ik een aardig brede spiegel wegzwemmen. Dus de eerste karper heb ik gewoon al gespot. Dus dat is goud. Ja, ik ben echt aan het genieten. Ik vind het zo vet. Ja, en dit is wat ik zo leuk vind aan dat kanaalvissen. Gewoon lekker rondwandelen. Zo'n pittoresk kanaaltje gewoon in Frankrijk. Dit is een wat bekender kanaal. Het is in het verleden ook vaker wel in de media gekomen. Maar ja, ik ga in ieder geval niet het water met name en toename vermelden. Ik hoop dat de mensen die het herkennen ook een klein beetje respectvol mee omgaan. Goed, Frankrijk ligt helemaal vol met kanalen. Veel van dit soort, ja, toch wel wat kleinere, relatief ondiepe wateren. Die ook juist in het voorjaar vroeg op gang komen. En ja, hier heb ik nou inmiddels gezien op een stuk van, wat zal het zijn, ongeveer een halve kilometer, dat duidelijk wat vis actief is. Dat vissen, met name kleinere vissen in de oppervlakte zien zwemmen, een vis zien springen. En ja, tot nu toe één echt wel wat beter exemplaar gezien. Maar ik ben een beetje in twijfel of ik hier zo meteen ga uitpakken al, of dat ik nog een ander sluisstuk ga bekijken. Goed, ik denk dat ik zo omdraai, terug naar de auto, het is nog een flink stuk lopen. Ik heb even tijd om de knop door te hakken. Ben ik blij dat ik ben gaan kijken op een ander stuk. Stukje lopen wederom vanaf de sluis. Niks kunnen zien. En ineens gewoon echt een enorme kluit karpers bij elkaar. En echt vissen die duidelijk een stuk groter zijn dan op het andere stuk. Ik denk zelfs hier het gemiddeld formaat groter is dan de grootste die ik daar zag. Dus ja, ik ga mijn spullen halen. Ik weet zeker dat ik hier even ga proberen. Dus tot zo. Ja, in een video zie je niet wat voor gesleep het eigenlijk allemaal is. Hier iets verderop heb ik die vissen gezien. Tijd om dus van hengels in orde te maken. Nou, dat is in ieder geval vlug gedaan. Alle drie de hengels waren al opgetuigd met spinnerigs. Die heb ik even snel voorzien van vlijmscherpe kamakura.
is de White Gape, de werakloze variant, maat 4. En dan heb ik de Celpinga Whites gezookte Wonderberry Goo, roze en witte pop-ups. Want daar ving ik in 2016 goed mee. En dan heb ik mijn Good Old Pineapple Juice gezookt in Isotonic en Pineapple Supreme. Oké, dit gaat het meest linkse engel worden. Yes, perfect. Zo, en dan gaat die lijn vanaf het toplooitje hier naar focussen. Een elastiekje door een V-steuntje. En nu gaan we echt naar een paar benoffies. En dan heb ik die hengel met een strakke lijn boven water een stukje verder opzetten. Dit is hier de zone waar die vissen liggen. Zo, en die lijn die loopt dus hier naartoe zonder het water te raken verder. Dit is de meest linkse hengel. Hier zwemmen een paar wat kleinere vissen. En dan ga ik daar mijn middelste hengel zetten. En daar is soms juist echt een bak van een spiegel. Zo, de boel ligt op scherp. Ik heb toch maar bij twee hengels gehouden. Linker, rechter. Nou, daartussen hier ligt die vis. Midden van het kanaal, zo met de vager, ligt vol met wier. Dus ik heb beide hengels eigenlijk zeg maar, aan mijn zijde net voor het wier gelegd. Dat is ook de afstand waarop ik de eerste vissen zeg maar, in de weer zie gaan. Dus nu maar hopen dat als ik het hier rustig hou, dat er straks dadelijk vissen een beetje met die kop naar beneden gaan. Dus, spannend dit. Ik heb al kleinere vissen gezien, maar ook een paar vissen die toch wel goede dertigers. Ik denk één vis zelfs wel misschien wel 20 kilo plus. Vet dit. Zo snel. Ik denk dat die vissen nou wel geschrokken zijn. Nee. Maandagmiddag in Frankrijk in de zon. Yes. Nou, over een gouden start gesproken en een vliegende start. Amper 20 minuten vissen op de roze pop-upje en een spinnerig. Ja, dit is geweldig. Ik ga hem gauw terugzetten en even lekker in die zon zitten. Genieten, ontspannen. Ik heb hard genoeg gewerkt vandaag. Flink gelopen, maar is in ieder geval vis gevonden. De spullen staan, ik zit, ik heb wat te drinken erbij en nu kan het genieten echt gaan beginnen. Want succesvolle start van de sessie. Ik ben wel bang dat de rest van de vissen flink geschrokken zijn, maar ik ga erop gokken dat ze weer terugkomen naar deze zone. Dus de hengels liggen op scherp, ik heb die derde ook erbij. Ik heb ze flink verspreid en ik heb ze niet recht voor de deur hier staan. Dus als ik zo met hier wat aan het rommelen ben, ga ik in ieder geval minder verstoren. En ik ga nou lekker ontspannen en ik zie jullie als er iets gebeurt. Goedemorgen. Ja, het was een stille nacht, ook een natte nacht, want het is denk ik om 9:30 begonnen met regenen. Het heeft de hele nacht doorgeregend en het is nou wel mooi bewolkt zacht weer, dus je zou denken als die vis op het moment actief is, dan moet dat nu zijn. Beetje een dubio, hoe lang ik het hier nog een kans geef. Ik denk dat ik sowieso de komende 2 uurtjes nog even uit blijf vissen. Misschien dat die vis namelijk gewoon overdag wat actiever is. En het geeft me ook de tijd om even lekker met een bak koffie of thee en ontbijtje. De dag rustig te starten en ik wil altijd nog kilometers van wandelen vandaag. Ja, het zal voor jullie niet te zien zijn, maar ja, daar misschien zie je het bij mijn vingertop. Ja, dat is ook weer zo treffend. De hele nacht niks. Een stuk
naar links gelopen zojuist, terug naar rechts gelopen, niks te zien. En ik begin de eerste spullen begin ik eigenlijk weer in mijn kruiwagen te leggen. En ik kijk op en ik zie ineens een groot schim langs de overkant gaan. En een duidelijke, forse, donkere schim met af en toe wat stofwolken. Dus tijd voor een verlenging op deze stek. En een extra bak koffie. Ja, spullen in de auto, want die vis die liet zich niet meer zien. En dat is wel eigenlijk wel heel tof in deze visserij. Dat is wat mij ook eigenlijk juist trekt naar deze kanaaltjes. Waarom ik het in het verleden echt met heel veel plezier heb gedaan. Het is zo visueel. Het is gewoon heel toegankelijk. Ik durf zelfs te zeggen, als jij de spullen hebt om met twee hengels in Nederland of België gewoon op een parkvijver te vissen. Dan heb je eigenlijk ook gewoon de spullen om hier in Frankrijk op een kanaal te vissen. Want je hebt geen boot nodig, geen voerboot, geen drone, niks bijzonders. Gewoon 2-3 hengeltjes, meer dan voldoende. Niks bijzonders. Het belangrijkste is een Polaroid, wandelschoenen en lekker gewoon gaan lopen. Zoeken en ook eens zoeken. En dat ga ik nu doen. En dit is dan weer gaaf om te zien. Ik ben dus een halve kilometer verder dan waar ik zat. En ja, van de Polaroid zie je niet echt, maar het water is hier echt een stuk troebeler. En als je voedend kijkt en je ziet gewoon de karpers voor de kant heen en weer gaan. Dus ja, ik heb ze weer gevonden. Laat echt een graf eind lopen met de spullen. Eens even goed kijken. Een beetje melkachtig. En ik heb hier een hengel onder de kant liggen. Toplootje ook erbij, dus die lijn ligt helemaal mooi plat. En dan heb ik de andere hengel hier, dus ik heb de vis het ware ingesloten. In plaats van gelijk een hengel boven erop. Hoop ik dat ik op deze manier die vis niet afschrik. Ze zijn in ieder geval nog duidelijk aanwezig. En als een vis eigenlijk wat naar links of naar rechts gaat, dat hij dan een van die pop-upjes tegenkomt. Ik ga het zo even in ieder geval afwachten. En dan kan ik altijd nog besluiten om die derde hengel hier recht vooruit te doen. Maar vooralsnog vind ik het risico te groot dat die vissen afschrikken. Dus even afwachten en rustig blijven. Nou, dat duurde denk ik 5 minuten. De linkse hengel. Dat is echt een mini schupje. Ik ga proberen hem te landen zonder al te veel kabaal te maken. Kom. Yes, dat is erin. Dat die grotere vissen dus niet afschrikken. Kassen loont, locatie hè. Ik heb het al zo vaak gezegd en het is echt waar. Hopelijk werkt hij even mee. Het is echt een kleine wilde bras. En denk ook wel het kleinste visje wat ik ertussen heb zien zwemmen. Ja, hopen dat hij de rest niet al te zeer heeft laten schrikken. Maar de wandeling betaalt zich uit. Ik heb in ieder geval vis. Snel maar weer die hengel in orde maken en nou, ik vis met spinnenrechts met kamakoerhaken, die zijn vlijmscherp. Waar je dan heel vaak ziet is dat het haakpuntje naar een vis krom is, dus nou, die gaat er vanaf. Dat is het mooie van de spinnenrecht. En ja, die spinnenrecht geeft dus hier die spinnerswivel waar je makkelijk een haak in kan hangen. Nou, ik berg die ook dus heel eenvoudig gewoon op. Ik heb altijd een aantal klaar. Dat is het lusje wat aan de quick change wachtel komt aan die kant. Kijk. En ik even het topje eraf krijgen. Zo, kijk, hier zie je dus een aantal spinnenrechts klaar met die spinnerswivel al erop. En die passen heel makkelijk gewoon zo'n kleine boomtube. Dat scheelt weer ruimte in de richtsafe. Wat ik dan standaard doe op een dood moment, is altijd dat haken klaar in de hoeksafe. En dan heb ik dus hier gewoon een verse haak. Die ik er zo gewoon aan kan hangen. Shake in de handen nog, zo. En dan ben ik weer klaar om te vissen. Het scheelt dus heel wat onderlijnen knopen en kostbare minuten, want er is nou verstoring op die stek. Ja, kijk, klaar. Pop-upje erop en vissen maar.
Kennen jullie het verhaal van het kleine schipje? Nou, die zwom dus niet alleen. De hengel ligt wederom een paar minuten pas weer in. En dezelfde hengel. En wederom zo'n schipje. Het is natuurlijk leuk om vis te vangen, maar het is niet waarvoor ik al die uren in de auto heb gezeten. Tenminste, hij is ietsjes groter lijkt die, maar het zijn echt kleinere vissen dan die paar buffels die ik gisteren in het heldere water zag zonnen. Even snel in het net onthaakt. Dan kan hij gelijk weer zwemmen. Zo, ga maar uit. Een keer de kant op. Ga je grote broer of zus maar halen. Ja, nu de grote vraag. Zit er nog vis in deze zone? Want ik ben inmiddels een half uurtje verder. En ben de hele tijd zo achter mijn hengels rustig op en neer aan het lopen en aan het kijken. Ik heb zojuist wel nog één vis zien zwemmen, een iets wat betere schub. Maar ja, wat hoger in het water, best wel een tempo erop. En ik heb het idee dat het gros van de vissen misschien wel eens flink opgeschoven kan zijn. Het lijkt in ieder geval even onzichtbaar te zijn, laten we het zo zeggen. Dus misschien dat ik zo weer alles op elkaar gooi. En dan weer terug naar de auto lopen en hoop dat ik ze onderweg tegenkomen. De hengels zijn binnen, ik heb me opgefrist, wat drinken erbij en ik ben weer aan het wandelen. En ik ben weer terug op het stuk waar ik gisteren ben gaan kijken. En eens kijken of we nou wat betere vissen kunnen vinden. Of überhaupt vissen om mee te beginnen. En anders gaan we verder zoeken. Er zijn nog heel wat sluisstukken hier in de regio. Dus ja, meters maken. Ja, het is een lastige. Ik zie dus wel weer karpers zwemmen en ik heb er een aantal echt goed kunnen zien. Er waren ja, vissen van toch het formaat van die twee schubs van te straks. En heel eerlijk, het is super leuk om een karper te vangen, maar ja, zelfs op dit water, kijk, het is niet een kanaal waar je even een paar dikke vissen gaat vangen. Het is vooral gewoon leuk, hele leuke visserij. Met mooie 20 ponders en in het verleden pakt hij gewoon regelmatig 30ers en op de goede stukken maakt hij gewoon kans op 40 ponder. Het is echt niet dat ik alleen maar grote vis wil vangen, maar als ik dan echt zie dat het voornamelijk vissen zijn van tussen de 5 en de 10 kilo, ja, dan loop ik liever een stukje door, want ik heb maar een paar nachten de tijd. Ja, en het zou heel mooi zijn om een 30 ponder te vangen deze trip. Dus ik blijf nog even rondspeuren. Ja, en we keuzes gaan maken, want voor dat weet is het dadelijk alweer einde van de middag en dan wordt het donker. En ik moet natuurlijk wel nog bedenken waar ik de nacht ga doorbrengen. Man. Ik ben even helemaal klaar mee. Ik dacht, ga toch maar weer terug naar de plek waar ik die vis heb gevangen. En ik vind vis. En ik rij volgens mijn auto vast. Muur vast. Man. Ja. Dan staan we op die weg gebleven. Fuck die shit. Ik ga gewoon vissen. Ik vind het goed geweest. Komt morgen wel. Het is mijn dag niet. Nou, geluk bij een ongeluk. Ik was al vlak bij het kanaal. En het blijkt dat je pas als je je auto wil verplaatsen, problemen hebt met dat die vaststaat. Dus ga maar vissen. Heb ik weer. Oh. Ook nog eens een voordeel. De komende nacht hoef ik niet bang te zijn dat iemand mijn auto gaat jatten. Hier ligt nu mijn rechtse stuk en die lijn gaat in de clip en dan loop ik hem helemaal die kant op. Stap 2 is deze V-steun. Die gaat die lijn in ieder geval hier netjes begeleiden en voorkomen dat hij hier achter wat troep kan blijven hangen. Oké, die hengel die ligt uit. Ik heb net zo'n goede 90 meter denk ik zoiets naar rechts toe gevist, onder de kant. En zojuist zwom hier een paar vissen voorbij en ik dacht eentje te herkennen qua lichaamsbouw. Van de vissen van gisteren. En dan ga ik zo even snel nog de andere twee hengels doen. Eentje die gaat hier naartoe en eentje misschien wel hier naar de overkant.
Dit geloof je echt niet, hè? Stop de telefoon in mijn broekzak. Ik krijg gewoon al een aanbeten. Er zijn een paar goede vissen voorbij. En weer heb ik zo'n schubje. Ja, vis vangen dat lukt nou inmiddels wel, maar er zijn echt een paar grote vissen voorbij en die zwaar echt gelijk beet, gelijk. Zie me ook gewoon zoveel mogelijk kikkers kussen en hopen dat er een dikke prinses tussen zit. Ja, dit is geen klein schubje en het andere goede nieuws. Ik was deze vis aan het drillen en toen kwam deze vriendelijke meneer. En die gaat mij helpen om mijn auto vrij te krijgen. Ik ga deze even snel in de sling stoppen. Bizar dit, hij is echt groot. Ja, en dit heb ik te danken aan een van onze teamleden. You guys are, you're my heroes. Yes, yes, yes. Oh. Ja, van fuck die shit, ik ga vissen naar. Ik denk dat dit een van mijn mooiste verhalen gaat worden ooit, karpervissend in Frankrijk. En al die jaar heb ik nog nooit mijn auto vastgereden. En ik reed dus vast, ga naar de stek, leg mijn hengels uit nadat ik een paar vis had gespot en er lagen we echt een paar bakken bij. Zeker goede 30 is ik dag één vis, misschien zelfs groter. En ik was met Nick Turelings aan het bellen, een van de Corda gesponsord vissers die nogal wat Fransozen kent. En ja, hij zegt ja, ik bel wel weer rond, misschien kan we mensen in de regio wel opspeuren en kijken of ze kunnen helpen. Ja, tijdens dat telefoontje krijg ik dus gewoon een aanbeet. Ja, was nogal hectisch, klein schubje, ik heb er wat beelden van geschoten. En visje onthaakt het net gelijk al laten zwemmen en heel eerlijk, ik had er echt een P in, want ja, er zwommen echt goede vissen bij. Dus die hengels maar weer in orde gemaakt, want ja, ik wist niet hoe lang ik nog kon vissen voordat die Fransozen er zouden zijn. Als ze al zouden komen. En half uurtje daarna of zo krijg ik weebeet. En ja, echt nogal betere vis. Het was net donker en 21,5 kilo spiegel, misschien wel de topvis van dit sluisstuk, wie weet het, geen idee. Die vis even snel in een sling gestopt, was één grote chaos hier op de stek. Die Fransoos was inmiddels gearriveerd, die stond naast mij al aan het zoeken met een zaklamp. En mijn auto hebben we inmiddels losgetrokken, die heb ik een heel stuk verderop weer terug bij de sluis gezet. Dat is hier ja, een goede 1,5 kilometer loop hier vandaan. Vervolgens ben ik in het donker hier naartoe gaan hardlopen. De stek is één grote chaos. Daar ga ik hem allemaal uitzoeken. En dan ga ik die vis fotograferen en filmen. En dan, wordt het, dan is het echt laat op de avond. Dan moet ik nog een avond eten. Dit is echt zo vet. Karpervis is echt een rollercoaster van emoties. Want ik zit absoluut high. Dit ga ik echt nooit vergeten. Ik ben de auto al zei, fuck die shit. Ik ga vissen. Het had zo moeten zijn, hè? 21,5 kilo. Een van mijn grootste kanaalvissen ooit. Het is echt zo vet. Kijk. Oude, beetje gerimpelde huid. Ik zal hem eens optillen. Hier is hij dan. Absoluut een kanaalbeuker. Tussen die kleine schubjes uitgeplukt. Op het moment dat ik het echt niet had verwacht. En dat ik het eventjes niet meer zo heel leuk vond. Wat een absolute brutus. Het is half maart. En ik heb een kanaal 40er in mijn klauwen. Ja, na alle commotie van deze avond had ik het niet verwacht, maar deze gave rakker die kwam nog voorbij. Hij is wel groter dan de visjes die ik eerder vandaag had. En hij is behoorlijk levendig, dus we gaan hem denk ik gelijk terugzetten. Hier, kijk, die mooie stofzuigerbek erop zitten. Ik ga hem gelijk terugzetten. Ik hoef er niet per se een fotootje van te hebben. En dan ga ik even lekker nagenieten van deze bizarre avond. Thank you.
Nou, dit is een hele goede morgen zo. Je hebt schubkapers en je hebt schubkapers. Nou, wat een apparaat is dit. 15,5 kilo. En dat was een heerlijke wake-up call. Ik lag echt in droomland. En je ziet het al. Gebouwd om te knokken en dat is exact wat hij deed. Lekker dit. Wat een omslag deze sessie. Niet normaal. Tijd om een bak koffie te zetten, die heb je wel verdiend. En check overigens hoe nice dit is. Cookware bag, hier past dus mijn percolator en een keteltje in. Hier heb ik mijn mokken met koffie en thee. Onderin gaat dus mijn gasfles en mijn brander. En dit ding past dus heel mooi onderin mijn kruiwagentas. Nou, ik ben van mening dat die vangst van de afgelopen nacht wel een hele goede reden is voor een winactie. Want ik heb iets te vieren. En dat moet je natuurlijk ook uitdelen. Maar ja, moet nog even nadenken over hoe en wat. Of misschien end tackle of wat meer luggage items of zo. Of misschien iets van Melan, wat aas is. Maar goed, koffie is begint langzaam door te lopen. Ik heb nog aardig wat tijd en nog ongeveer 24 uur vistijd te gaan. Dus alle tijd om na te denken. Maar we gaan dus weer een winactie doen deze campingvlog. Stay tuned. Even rekken en strekken op de terugweg naar de auto. Ik heb het gros van de wandeling al erop zitten. En ja, ik moet toegeven, ik kijk dan natuurlijk niet zo goed als wanneer ik zonder kruiwagen loop. Maar ik heb nog niks kunnen zien. Wel interessant om het bodemverloop te zien. Ik zag echt een bizarre kuil zelfs in de bodem. Nou, je afvraagt hoe kan dat? Wellicht door karpers gemaakt, eigenlijk door het flanken of uitschuren op wat voor manier dan ook. Maar ik heb nog niks gezien, dus ze verstoppen zich goed. Of ik moet ze nog tegenkomen. Of ze liggen natuurlijk aan de andere kant van waar ik zat. Goed, ik ga de spullen weer pakken die hier staan. En dan gaan we verder. Nou, jullie kennen het fenomeen ramptoerisme wel. En als er dan pech is... Mijn Duitse maat Christopher Paschmans die belde. Die was in de buurt. En die zei, ik kom even snel langs. And what are you going to do? I'm going fishing, what do you think? But first... We're going to eat. We'll have some food. We gaan even snel de McDonald's pleegplunderen. Dutch food. Frietjes. Prachtig dit. Nou, gaan we weer. Ik heb mij even opgefrist, lekker wat gegeten bij de McDonald's en boodschappen gedaan. En dan gaan we gewoon weer vanaf nul zoeken. Ik was even twijfelen om toch die laatste nacht op een ander sluisstuk te gaan vissen. Maar ik heb hier ook echt een grote schub gezien en nog een andere grote spiegel. Dus ja, ga eerst hier maar gewoon weer wandelen, kijken of ik wat ga zien. En dan fingers crossed voor nog succes in de laatste, ja het is nog niet eens 24 uur meer, de laatste 20 uur. Een beetje een frustrerende middag, want ik spot al redelijk snel twee vissen, eigenlijk redelijk dicht bij mijn auto. Maar ja, die waren nou ook een spoorloos, dus ik heb nog echt een uurtje geconcentreerd op dat stuk, zeg maar, die sector. Geen vis meer gezien, dus ik ben er maar weer verder gaan lopen. En ik was behoorlijk aan het inkakken, dus airpotjes in en lekker even wat stevige muziek. En ja, anderhandige tip, deze bucket hat, het ziet er misschien een stuk minder sexy uit dan een baseballpetje. Maar het helpt nog beter om licht eigenlijk weg te houden uit je Polaroid. Zodat je niet een hinderlijke lichtinval van de zij of bovenkant hebt. En dan maakt het kijken net een stukje aangenamer. Eindelijk, ik zit en ik heb de hele middag zitten zoeken en nog eens zoeken.
En er was heel weinig te zien. Dus ja, kort verhaal. Maar dat is ook de realiteit. Niet altijd is het een vetpot. Ik heb uiteindelijk wel op weg naar de auto snel nog een paar vissen op middenweg zien schieten. Helemaal voorin trouwens ook nog twee vissen. Maar ja, ik heb nergens meer echt een groep gezien. Ook geen echte uitschieters. Maar mijn hengels liggen uit. Ik zit relatief centraal, kan ik al zeggen, op dit sluisstuk. Dus ik maak wel een redelijke kans dat er gewoon op een bepaald moment vis passeert. En mijn voeten doen inmiddels pijn en ik wil ook gewoon lekker lui zitten. Sessie is toch al geslaagd en ik had beloofd, winactie. Wat ga ik doen? Nou, dit zijn de haakaasjes waar ik deze sessie flink wat vissen dus op heb gevangen. Ik geloof dat ik er nou 7 stuks heb. Cell Pink & Whites, gesookt in de Wonder Bear Supreme. Nou, het mooie van deze Pink & Whites zijn mooie 14 mm pop-upjes. Hele mooie maat. Roze en wit gemengd. En als je nou een witte goe zoals de Wonder Bear Supreme overheen gooit, dan blijft het ook gewoon wit. Dus je hebt eigenlijk één potje, twee verschillende haakaasopties. Deze sessie is de roze die 6 van de 7 aanbeten heeft gedaan. En er komt dus ook, ja, op het moment dat jullie dit zien is die trouwens al verkrijgbaar, er komt ook nog een nieuwe witte goe uit. Nou, dit is dus de Wonderberry Supreme. Een andere die ik heel veel inzet is de Buttercorn Supreme, ook een mooie witte. Dan is er ook vervolgens nog een witte Element Supreme. En daar komt een absolute stinkert aan, gebaseerd op de absoluut ja, meest populaire goe onder de teamvissers, denk ik wel. En dat is de squid. Dus er komt een witte squid aan. Dus er zijn 4 smaken in het wit verkrijgbaar. Dus laat weten in de comments welke van de 4 jij het liefste zou willen hebben. En dan doe ik er daarnaast ook nog zo'n handig boomtubeje bij, waar ik mijn spinnerigs in heb opgeborgen. En dan heb ik ook nog een hoekzeefje. Dus dan kan je je spinnerig, je haak, zeg maar voor je spinnerig, de haken en dergelijke in opbergen. Kijk, dat heb ik dus nou ook gedaan. Dus als ik dadelijk een vis zou vangen, dan haal ik hier heel makkelijk een van mijn Kamakura White Gapes uit. Nou, daar zit dus gewoon al een medium kikkertje, een bait screw, een hoekbeat, alles op. Die haak ik snel eraan. En dan maar hopen dat dat ook ja, nodig is dadelijk. Want na die hele middag wandelen, zou het fijn zijn om een vis te vangen. Maar goed, winactie. Wat je dus moet doen, even hieronder een comment achterlaten met welke van de 4 witte goes jij dan het liefst in het pakket zou willen hebben. En dan ga ik over 2 weken... Dus 2 weken nadat deze video online is gegaan, ga ik een winnaar bekendmaken. En die ga ik gewoon even een berichtje sturen hieronder. Gewoon iemand willekeurig uitzoeken. En dan ga ik nou lekker chillen, want ik ben helemaal gesloopt. Je raadt het al, ik ben even wakker aan het worden met een bak koffie, want het was een heerlijke nacht. Ik ben echt helemaal weg geweest, weg in dromenland. Geen actie gehad, maar ik zag juist wel weer een vis voorbij zwemmen, dus er zit in ieder geval een kaper in de zone. En ik heb nog heel even te gaan, dus even een ontbijtje maken, ik moet nog een paar productfoto's schieten en dan is het helaas weer tijd om op te ruimen, dus fingers crossed voor die afsluitende vis. Ja, aan alles komt een einde, dus ook in deze sessie van ja, toch 3 nachten. Helaas de laatste nacht dus niks meer kunnen vangen. En je merkt nou ook, het weer begint echt te veranderen. Het begint een stuk frisser te worden. Dus ik ga deze rotzooi in die auto gooien en terug naar Nederland. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van deze vlog. En hopelijk heb ik ook een paar mensen ja, kunnen inspireren om misschien gewoon de spullen in de auto te gooien. Naar Frankrijk, gewoon lekker een blauwe streep op de kaart opzoeken. Vrijwel elk kanaal zwemt karper, ga het avontuur aan, neem je wandelschoenen mee. Ik ga goed zoeken en ik zou zeggen heel veel visplezier. En vergeet natuurlijk niet de video te liken. Laat een comment achter om mee te doen aan de winactie. En als je het nog niet gedaan hebt, subscribe je zeker op mijn YouTube kanaal. Want ik moet alweer gaan nadenken over een nieuw avontuur voor de volgende Kevin Vlog. Bedankt voor het kijken.